Ik begin te editen en ik denk, ik heb nog niet gezegd een hele goede morgen en welkom bij een nieuwe Ups and Down. Ik zat zo in de poepluiers van Jordi vrijdagochtend dat ik dat helemaal vergeten ben. Omdat we hem gisteravond gespoeld hebben, is hij nou in de poepmodus. Ik heb al 3 luiers met poep verschoond. Is alleen maar goed hoor. Dus hij zit nou in de poephouding en ik kan hem er nu ook niet uithalen. Want dan stopt hij met poepen. Dan denkt hij dat hij dat niet mag. Dus ik laat hem nog heel even zo staan. En dan... Oh, nou zit hij. Dan kan ik even kijken. Ja, die moeten we verschonen. Mama, jou verschonen. Laten we dan maar even gaan doen voordat hij daar rode billen heeft. Want dat is niet de bedoeling. 4 hele grote poepbroeken van Jordi verder. En fruitje zit erin. Dus ja, we zijn goed bezig. Het loopt nu ook lekker door. Hij heeft net lekker ook echt goed gegeten. Gewoon echt gewoon dat je gewoon merkte zonder buikpijn, zonder chagrijnigheid. Dus dat is alleen maar goed. Sam die is wel, ik denk op zijn ergst nu qua ziek zijn. Dus dat, ja, dus even afwachten hoe dat we dat allemaal volbrengen. Liam lijkt wel aan de betere hand, dan wel. Dus we gaan het gewoon even afwachten. Ik ben gewoon kapot. Vannacht heeft Sam ook nog zitten spoken hoor. Echt waar, dat is echt. Kijk, mama zijn vind ik niet erg. Maar op het moment dat mijn slaaprust, mijn nachtrust ook eraan gaat, ben ik gewoon echt de pineut. Dat is altijd bij mij. Dan ben ik gewoon echt heel groot, enorm de pineut. En vaak doet Niels het overnemen, maar die heeft de nacht ervoor alles gedaan. Dus ja, ik vond dat lullig om hem iedere keer wakker te maken. Dus heb ik het gedaan. Oh. Ja. In ieder geval, het hakt erin. Er is iemand wakker. Hi. Snotbel. Ja. Even bij je broers kijken, want volgens mij zijn er meerdere wakker. Ben zo terug, schatje. Ben jij ook wakker? Hi. Hi, schintje. Ben jij ook wakker? Wat heb je allemaal maar in je haar zitten? Heb je zo erg geniest of zo? Heb je overgegeven of gekweld? Ik denk gekweld. Volgens mij is dat gewoon snot. Dan gaat straks lekker een badje. Lekker een mentelbadje. Hè? Ja. Kun je nog even lekker liggen? Hm? Nou, dat was even een hels avond, half uurtje. En ook een avontuurtje. Ik heb Sam en Liam in bad gedaan. De een had toch gekitst, Liam. En de ander zat zo hier onder het snot. Dat ik dacht bij mijn eigen, laten we dat er maar even afweken. Dus ik heb eerst Liam in bad gedaan. Toen Sam, bed van Liam afgehaald. Ondertussen was Jordi van het geschreeuw ook wakker geworden. Die is ook lekker op tijd wakker. Die ga ik nou daar Granja geven. Liam en Sam hebben al drinken gekregen. Dus ja, ik belde net Niels op. Ik zeg, er hebben er al 2 bads eraf gehad. Dus hij zei, nou dan hoeven we alleen die moppenkont nog te doen. Dus Jordi. We hebben alles opgeruimd. Kindjes liggen in bed. Niels die is even bij Jordi nog aan het kijken. En dan gaan we daar even down the road kijken. Maar ik ben heel eventjes tijd voor mezelf aan het doen. Want ik heb nou net... deze wenkbrauw gedaan. En als ik mijn wenkbrauw niet doe, dan ziet het er zo uit. Dus dat betekent dat het wel nodig was. Dus ik ga even mijn wenkbrauw afmaken terwijl we down the road kijken. En onthoud altijd, wenkbrauwen zijn zusjes, hè? Het zijn geen tweelingen. Goedemorgen. Goedemorgen. Wij zijn yay. Oh, deze is natuurlijk. Nou, we hebben onze wagen vol geladen, hoor. De boodschappen binnen. Yay. Jippie. Volgens mij staat er hier iemand aan de deur. Niet zo hoesten. Joep doet al blaffen voor jou. Ja, als er iemand aan de deur staat, doet Joep wel blaffen. Dat hoef jij niet te doen. Inmiddels liggen de kindjes op bed. Nielsje is heel eventjes brokken halen en vlooispul en tanken. Nou, eventjes een aantal dingetjes halen die hij het snelst even gehaald heeft, om het even zo te zeggen. En voor de mensen die ons al langer volgen, die zullen het nog wel weten. Voor de mensen die ons kort volgen, ga ik even uitleg geven. We hebben een Facebookgroep. En daarop had ik verteld dat Milo afgelopen donderdag 5 jaar was geworden. En daar gaan we morgen heen om zijn verjaardag te vieren. Voor de mensen die niet weten wie Bianca is en wie Manuel is en wie Milo is en denken van waar heb je het over? Even korte uitleg. Bianca en ik hebben elkaar leren kennen toen we een dag voordat we geopereerd werden voor een gastric bypass. Zowel zij als ik zijn daarvoor geopereerd. En toen kwamen we erachter dat wij op steenworp afstand van elkaar woonden. Dus toen zijn we contact blijven houden en op een gegeven moment groeit daar een vriendschap uit. Toen kreeg zij Milo, wij kregen Jordi. Nou, zo groeit dat en groeit dat en groeit dat. En toen wij zwanger waren van Liam, toen hebben we Manuel als peetoom gevraagd. En toen we zwanger waren van Sam, hebben we Bianca als peettante gevraagd. En dus mijn kinderen zeggen oom en tante tegen hun. En Milo ziet ons als oom en tante. Dat is het eigenlijk. We zijn gewoon vrienden, we zijn verder geen familie. Maar we zien elkaar wel als familie. Dat is het gewoon. Ook dat kan, hè. Je kan ook zo'n goede vriendschap hebben dat je elkaar als familie ziet. Dat hebben wij in principe met meerdere mensen. Peetoom van Jordi bijvoorbeeld. Die wil ook niet, liever niet op YouTube en alles komen. Dus die wordt daar ook nooit in gefilmd. Dat is net een broer van ons. Om het even heel simpel te zeggen. De peettante van Liam en de peetoom van Sam. Dat zijn ook, is ook net familie van ons. Dat is gewoon, we kennen elkaar al zo gigantisch lang. En ja, dat is gewoon eigenlijk net familie. Zo is het gewoon. Beter als dat kan ik het niet uitleggen. Soms, ik heb wel goed contact met mijn familie, maar soms voelen vrienden ook gewoon als familie. En dat is van alle kanten zo, met wie wij daar hebben natuurlijk. En ja, ik ben blij dat ik daar mag zeggen dat ik hele goede vrienden heb. En ja, ze worden niet allemaal gefilmd. Want niet iedereen wil op camera of op YouTube of wat dan ook. Dus vandaar dat ik even die uitleg geef. Maar goed, ik ga heel eventjes dit inpakken. Ik heb al lang zat weer geouwehoerd. En ja, morgen gaan we dus naar verjaardag. Ze zijn allemaal wakker en chipjes aan het eten. Sam die is lekker aan het relaxen. Zijn broer hem niet lastig valt. Jordi is nou begonnen met snotteren. Niels is weer boven bezig en ik ben bezig met eten koken, nog dingetjes doen en zo, dus het loopt zoals het loopt. Het is zaterdag, weet het trouwens goed. Ik had trouwens het hele ingepakte cadeautje nog niet laten zien. Tadaa! Ik ben niet super in inpakken, maar het is me wel redelijk goed gelukt volgens mij. Ja. Ik ben ondertussen wat dingetjes aan het doen, opruimen. Niels is boven bezig. En over een half uurtje roep ik hem naar beneden. En dan gaan we eten. En dan gaat hij na het eten nog even verder. Hallo, dit is fijn hè? Sammy? Ma hoeft er niet uit hè? Dan krijg je ruzie met papa. De boel is weer opgeruimd. En papa, wat gaan we doen? De tafel leegmaken. We hebben snoeperts. Nou, over hebben, dat doen we in de koelkast vanmorgen bij het ontbijt. Maar ja, wij gaan dus lekker bankzaken doen. En ondertussen lekker tv kijken. Goedemorgen. De rust is voorbij hier. Vannacht heeft Sam de boel op stelte gezet. En nu is Liam degene die de boel op stelte zet. Die zit nou met Sam te etteren. En papa. Ja. Oh. Hey. Ja. Nee, nee, nee. Dat hoeft allemaal niet, hè? Daar ligt stof achter. Dan moet ik namelijk nog een keer met de stofzuiger achterdoor. Sst. We hebben net geontbijt samen, met z'n allen. En Jordi is nu nog even aan het uitbuiken. En Liam die is aan het spelen. Stuntman aan het uithangen. En Sammy is hier aan het spelen. Ja, Joep zit erbij. Als oppas. Hè? Ja. Oh, kom jij ook? Hey. Hi. Niels die is boven bezig. En straks zouden we naar Bianca toe gaan. Dat gaat wegens omstandigheden niet door. En... we gaan straks dan wel gewoon even wandelen. Gewoon even eruit met kindjes. En ja, dat is wat we gaan doen. Hé jongen? De kindjes die waren dus al wakker geworden. En we zijn gelijk naar de winkel gegaan en hebben even een cadeautje afgegooid bij Manuel en Bianca. En toen zijn we even naar de winkel gegaan. En nou eten ze pannenkoeken. En Sam die krijgt een keer een potje. Roze appel. Pannenkoeken! Purperen appel. Goed zo Jordi. Rode appel. Wil je hem ook lekker happen hè? En wat eten wij, papa? Pizza. Yay. Hi. Hi. We zijn bankzaken aan het doen. Ik ga zo nog heel even de keuken opruimen. En fles klaarzetten en kleding pakken voor morgen. Want zoals het er nu uitziet mag Jordi morgen gewoon naar school. Ook al is hij aan het snotteren. Ja, maar hij heeft een negatieve zelftest. Ja, Niels heeft bij hem een zelftest afgenomen. En... ja... zij bepaalde voorwaarts. En er heerst hier ook geen corona, hè? Dat weten we ondertussen wel. Als je 2 keer negatief test, dat is Liam. Ja, bij de GGD. Ja. En dan nog dezelfde die wij hebben gedaan. Ja. Dus ja, dat ga ik dan zo nog even doen. En ja, dan is de dag echt ten einde voor ons. Ja, gaan we lekker slapen. Ja, morgen weer een nieuwe week. Bedankt voor het kijken. Tot de volgende keer.